dan vind ik heel vaak de tekst te onduidelijk. Of is het de verkeerde kleur op de verkeerde ondergrond. Of er dus niet te veel suiker in zit. Of er niet te veel calorieën in zitten. Want er moet wel allemaal op letten, hè. En voor de dieren wel, ja. Voor de dieren let ik er altijd wel op. Want onze kat is erg kieskeurig. En reepjes in kip, dat vindt hij lekker. Ja, ja, biefstuk. En dan schrijven ze met een K en een C. Ik denk dat het een taalfout is. Dat is een spellingsfout, denk ik. Want volgens mij schrijf je biefstuk met een K. Daar staat dus een grote mango op de voorkant. Er staat op 100% puur 1,5% vet. Nou, als we dan bij de ingrediënten kijken, dan weet ik toevallig dat het ingrediënt wat er het meest in voorkomt als eerste genoemd staat. Nou, dat is in dit geval halfvolle yoghurt en dan komt er al suiker. En dan zit er maar 5,2% mango in. Dus op zich 100% puur, dan denk je van nou, er zit verder niks aan toegevoegd, maar er zit wel degelijk suiker in. Als ik kijk naar de boodschappen die wij in het buitenland doen, die zijn veel duidelijker en de voedingsregels zijn daar heel anders dan in Nederland. Absoluut. Terwijl er één Europese wetgeving is. Ja, dat klopt, maar daar moet je echt doorheen kijken. Het klopt niet altijd.